Dit is Tegengif. In dit online programma gaat Ad van Nieuwpoort in gesprek met bekende en minder bekende stadsgenoten, gemeenteleden en tieners. Over hoe zij de tijd waarin ze leven ervaren. Tegengif gaat over hoe wij elkaar hoop en inspiratie kunnen bieden. In deze moeilijke, verwarrende, maar soms ook bemoedigende tijden. Constantijn van Oranje, zeer welkom hier. Stadsgenoot, mag ik wel zeggen. Buurtbewoner. Buurtgenoot. Zeer welkom in de Duinzichtkerk. De eerste keer dat je hier bent in deze kerk. Hoe is dat eigenlijk? Kom jij nog wel eens in de kerk? Behalve op officiële gelegenheden? Nu mogen we zelfs niet in de kerk meer, geloof ik. Nou ja, 30 mogen er komen. Ja, 30. Maar, nee, maar... Ik ben niet vaak een van die 30. Nee. Dat is natuurlijk ook iets van onze generatie. Hè? Dat we de kerk een beetje vergeten zijn, denk ik. Behalve op de feestdagen dan. Precies. Ja. Met Gal is wij vieren vaak tot Pasen in Italië. Ja. Dus dan zitten we weer in een katholieke kerk. Ja, precies. Maak je het toch weer anders mee. Ja, je bent natuurlijk wel mee grootgebracht. Absoluut, ja. Heb je daar iets aan overgehouden? Dat je zegt, nou, dat neem ik toch mee. Ook al ben ik niet zo'n kerkganger. Dat neem ik toch wel mee in mijn leven. Bepaalde verhalen of bepaalde inspiratie. Heel veel eigenlijk. Dat had ook te maken met de dominees Walter Linde. Die ons ook getrouwd heeft. En die ook ons bij ons huwelijk ook weer... De belangrijke vraag stelde, wat betekent God voor je? Ja, precies. En die vraag houdt me nog steeds heel erg bezig. En soms op een meer filosofisch niveau dan in een levensbeschouwelijk niveau. Maar het idee dat je ergens verantwoording moet afleggen aan iets wat hoger is. Of het nou de gemeenschap is of een set waarden. Ja. Dat speelt in mijn dagelijks leven wel mee, ja. Ja, dat je verantwoording moet afleggen. Dat klinkt ook wel weer heel streng eigenlijk ergens. Ja, maar het is wel fijn dat er iets is wat boven je staat of buiten je staat. Waarbij en ik denk dat heel veel mensen dat hebben, dat je hebt een geweten. Dat geweten zit in je, maar precies. Het geweten is ook iets wat meer gemeenschappelijk is, denk ik. En dat vond ik ook het mooie beeld bij het trouwen, dat je eigenlijk je huwelijk bevestigt voor de gemeenschap. En dat je dat dus eigenlijk jezelf ook verplicht naar die gemeenschap toe en in de gemeenschap van God. Ja, precies. Ja. En daarmee zet je een soort van slot op de deur. Het gaat iets verder dan alleen jezelf en je persoonlijke leven. Nee, precies. Het ook voor anderen. Ja. Want dat is natuurlijk wel ook iets, hè, van wat is daar nou voor in de plaats gekomen? Heel veel generatiegenoten doen daar dus eigenlijk verder niet meer zo aan. Hoe verdiep je? Hoe zoek je verdieping in je leven? Hoe doen wij dat tegenwoordig? Hoe doe jij dat? Ik ben altijd, ik wil zeggen, verwonderd. Mensen die heel veel kracht uit het geloof halen. Hm. En dan denk ik, dat is fantastisch als dat kan. Ik ben zelf iemand die alles altijd bevraagt. En kom dan niet altijd tot de antwoorden. En ik zoek mijn verdieping meer in, misschien daar wel in het altijd bevragen. En kijken van, wat zit er dan achter en waarom doe je de dingen? En ik vind wel dat... meer misschien de verhalen, de Bijbel, de waarden daarin wel een kader bieden daarvoor. Ja. En er zitten een paar waarden in die ik ook naar mijn kinderen altijd voorhoud. Doe niet, en het zijn ook hele zeg maar Nederlandse gezegden van doe niet iemand anders iets aan wat je niet wil dat jou geschiet. Keer de andere wang toe. Dat soort van dingen zijn voor mij van een hogere soort van orde. Ja. In hoe we met elkaar omgaan als mensen. Ja. Dus ik val er wel vaak op terug. Maar als je me de vraag zo direct stelt of ik heel kerkelijk ben, dat niet. Nee. Nee, maar het is wel een soort definitie van geestelijk leven. De dingen bevragen. Ja. Dat is dus niet uitgaan. Ja, en ook waar komt de medemenselijkheid vandaan? Je kan natuurlijk ook uit het humanisme halen. En ik heb veel werk gedaan met vluchtelingen. Ja. En vluchtelingenbeleid en migrantenbeleid. Dat deed ik samen met de oude vicaris van de Kloosterkerk. En hij kwam er misschien meer van een christelijke kant vandaan. Hij had ook lang in Genève gewoond, veel in de internationale gemeenschap en ook veel met Frans Bouwen, heet hij. Ja.
En ik kwam er meer misschien van de verwondering van waarom het beleid zo ineffectief is. Ja. En iets wat zo inherent menselijk is. Mensen die moeten vluchten, dat je die helpt. En niet alleen dat er een heel juridisch kader omheen bestaat, maar wij als mensen moeten toch ergens vanuit onze menselijkheid een helpende hand bieden. Komt nog bij dat migranten, we zijn allemaal migranten. Mijn familie is Duits voor een groot deel. Mijn vader is Duits, mijn grootvader is Duits. Ja, ja. Ik ben zelf heb ik in Frankrijk gewoond. Ik heb in Amerika gewoond. Ik heb in Engeland gewoond, in België gewoond. En ik ging er altijd van uit dat gewoon kon. Ja. Dus dat waren de vragen die mij bezig hielden. Van waarom is het, lukt het ons niet om om woorden te vinden en daden en regels om deze mensen gewoon goed op te vangen. Dus in ieder geval daar. Precies, ja, ja. Maar het was altijd een interessante discussie met hem. Ja, ja. Hij vanuit die invalshoek en jij meer vanuit... Ja, en niet eens, voor hem was niet eens geloof ik een religieus, maar meer de mens. Waar staat de mens en de medemens en iemand die een vluchteling is, is een gelijke, wordt menselijk gevangen. Ja. En die mens is zoals jij bent. Ja. En die heeft dat nodig wat jij ook nodig hebt. Ja. Dat inzicht. Ja, ja precies, ja. Jij bent gezant van TechLeap. En ik ben ook eigenlijk even benieuwd. Het is natuurlijk een heel kort bestek. Dat is wel een sprongetje. Ik ga even een sprongetje maken. Van wat jij dagelijks ook bezighoudt. Jij bent gezant. Wat is dat precies? Wat doet een gezant? Wat is een functie van een... Oh, daar is geen definitie van. Nee. Sommigen noemen het een boegbeeld. En ik zelf ben nogal anti-boegbeelden. Want ik zie dan altijd een rondborstige dame voorop een VOC-schip. En dan denk ik altijd, dat is de eerste die te pletter vaart. En je hebt ook niet zo'n groot schip achter je. Ik zit liever aan het roer. Ja, ja. De gezant, ja, ik kan wel zeggen wat ik doe. Ik probeer eigenlijk in Nederland de hele technologie sector en start-ups, om daar meer, niet alleen meer aandacht voor te vragen, maar ook barrières weg te nemen en meer ruimte te creëren voor ondernemers. Ja. Ik geloof erg in dat we nu in een wereld zitten waar technologie een steeds grotere rol speelt. Ja. En dat wij, als wij concurrerend willen blijven als Nederland, dat we zelf dit soort bedrijven ook moeten bouwen. Dat we niet alleen maar de Amerikaanse of Chinese bedrijven precies. Ja, ons leven moeten laten dicteren. En dat doe je aan de ene kant door regelgeving, maar vooral echt door het zelf te bouwen. En dus wij moeten hier, net zoals we de Philips hebben gehad in het verleden en de KLM's, hetzelfde ondernemerschap, maar ook in deze tijd. En ik denk dat het in deze tijd nog veel belangrijker is, omdat je nu van overal in de wereld een bedrijf kan bouwen. Het is niet meer, we hebben niet meer het voorrecht hier. We hebben natuurlijk een fantastisch startpunt met een hoogopgeleide bevolking. Heel veel kansen, heel groot sociaal vangnet. En dus op zich hebben we het heel goed voor elkaar. Maar als je ziet hoe snel die ontwikkelingen gaan, dan als we daar niet bij blijven, dan gaan we het op een duur afleggen. Dus we moeten randvoorwaarden scheppen om dat in Nederland goed mogelijk te maken. Ja. En want hoe is dat nu in deze tijd? We zitten midden in deze coronatijd. Wat voor impact heeft corona op die techwereld, kun je daar iets over zeggen? Op start-ups, wat maak jij nu mee? Er zijn natuurlijk allerlei ondernemers die zich grote zorgen maken om gewoon hun onderneming en hun toekomst en de winstcijfers. Is dat in dit facet van het bedrijfsleven ook het geval? Of hoe gaan mensen daarmee om? Nou ja, je hebt natuurlijk de eerste, je medewerkers lopen gewoon gezondheidsgevaar. Dus het is net als overal in alle delen van de maatschappij speelt het daar ook. Het zijn ondernemers die vaak met hun eigen kapitaal en ook wel vreemd vermogen in een bedrijf zitten. En hun omzet te zien wegvallen. Dus ze hebben, net als alle ondernemers, hebben ze daar ook veel last van. En zie je dat die bedrijven ook heel hard moeten knokken om te overleven. Misschien is het verschil van deze sector is dat ze vaak jonger zijn, nog sneller, nog wendbaarder, sneller aanpassen naar de behoeftes van hun klanten. Dus in die zin flexibeler kunnen omgaan met de omstandigheden. En de echte kracht zit hem in dat deze sector. Het is een soort bedrijf. En ik vermoed dat het het bedrijf van de toekomst is. En dus dat veel meer bedrijven zich zo gaan organiseren. Maar die zich nu vooral moeten excelleren binnen een bepaalde maatschappelijke trend. Die nog niet goed bediend wordt door het bestaande bedrijfsleven. Dus je ziet dat de start-ups komen vooral op in het
De diagnostiek op afstand, onderwijs op afstand, werken op afstand, allemaal digitaliseringsontwikkelingen die nog onvoldoende zijn opgepakt door de bestaande oplossingen. Maar je zou zeggen dat deze coronatijd een enorme slag daarvoor heeft. En daar heeft dus deze coronatijd een enorme slag, of echt een versnelling gebracht. Ja. Want veel van de factoren die dit tegenhielden zijn de overheid, wetgeving, bestaande belangen en zo. Ja. En daar zie je dus nu een enorme versnelling. Dus voor een heel aantal bedrijven is dit eigenlijk een tijd waarop het geld is misschien moeilijker te krijgen. De inkomsten zijn misschien lastiger, maar het legt wel een toekomst bloot waar zij beter op kunnen anticiperen dan veel van het bestaande bedrijfsleven. Dus eigenlijk is het een boost voor deze sector, zou je kunnen zeggen. Ja, nou is iedere crisis een boost voor het nieuwe. Ja, alleen er moet er geld zijn en er moeten mensen zijn. Dat is het belangrijkste. Ja, helder. Ideeën zijn er genoeg. Er is heel veel over te zeggen. We hebben 10 minuten, dat is veel te kort. Maar ik ben natuurlijk even ook benieuwd, hè, want als het gaat om technologische ontwikkeling, zijn er natuurlijk ook allerlei mensen die daar een beetje bevreesd voor zijn. Die zeggen, gaan we niet een enorme robotisering van onze samenleving tegemoet? Waar blijft de menselijke maat? Even de negatieve kant, hè, die er natuurlijk is. Hoe zie jij de toekomstige wereld? Kun je daar iets over zeggen? Vanuit die... Maak jij je ook zorgen over deze dingen? Of zeg je van nee, dat is volstrekt... We moeten ons zorgen maken, want daardoor krijg je discussie erover. Ja. En ik geloof dat het een dialectisch proces is. Dus je zal de ontwikkeling niet tegenhouden. Ja. Maar je moet wel zorgen dat je tegengas geeft tegen de ongewenste effecten ervan. Ja, kan dus, dat? Kun je iets tegenhouden? Want men zegt eigenlijk van technologische ontwikkeling, nou dat gaat natuurlijk voort. Natuurlijk kan dat. Ja, je ziet het bijvoorbeeld bij waar we het met te weinig hebben gedaan, bijvoorbeeld bij social media platforms. En dan zie je dat nu enorme tegendruk komt, omdat er de maatschappij negatieve gevolgen van heeft. Je ziet dat verkiezingen beïnvloed worden. Je ziet dat meningvormen beïnvloed worden, dat er meer polarisatie ontstaat. Ja. Ja. Door misinformatie. En dan zie je dus dat er een tegenreactie komt. En dat is belangrijk. Want, dat zie je gewoon gebeuren. Ja, want social media is in zichzelf niet slecht. Ik denk dat dus door allerlei mensen die daarvoor geen stem hadden, hebben die nu wel. Maar er zijn excessen en dan pak je die excessen aan. Maar je kan, als je van tevoren had gezegd, nee, we zien allemaal nadelige dingen, we gaan de social media stoppen, dan had je ook alle positieve dingen niet gehad. Nee, precies. Ja, ja. En ik denk dat je, dat is ook niet mijn rol om die ontwikkelingen te stoppen, maar het is wel belangrijk dat je ze begrijpt, waardoor je er ook op een verstandige manier over kan praten. Ja, precies. Dat je ook de kritisch naar kan kijken. Ja, ja precies. Ja. Ja, ja en de ontwikkelaars van technologie hebben maar één probleem voor ogen. Als jij een probleem oplost, bijvoorbeeld, neem een heel mooi bedrijf, Picnic. Die levert je voeding en alles aan de deur. Zij lost dat probleem op. En dat je misschien te laat van werk komt en dat je niet meer naar de winkel kan en zo. Nou, dat is natuurlijk. In zekere zin, als dat heel succesvol wordt, wordt dat een bedreiging voor de bestaande supermarkten. En dan gaan misschien banen weg. Dus dat is niet hun probleem. Nee. Hun probleem, wat zij oplossen, is. Maar als maatschappij kan dat wel een probleem. Dus je hebt mensen nodig die op een afstand daarnaar kijken en dat ook bevragen. En kijken wat zijn de consequenties hiervan. Maar niet meteen zeggen, gaan Picnic kapot maken, want ze passen niet in de CAO. En we gaan, praat dan van hoe kunnen we zorgen dat de werknemers goed beschermd worden, dat ze hun dienst goed kunnen aanbieden. Ja. Ja. En misschien is het wel heel positief dat we elektrische karretjes hebben die het eten rondbrengen en de logistiek doen. Want daar is minder CO2-uitstoot. Dat is een betere dienstverlening. En misschien kunnen we daar wel veel meer mee doen. Ja. Dus er komt dan toch dat bevragende, waar we het over hadden, komt ook van pas. Dat je ook de dingen op een afstand kunt bevragen. Wat gebeurt hier nu eigenlijk en wat zijn de consequenties? Ik denk dat als je bij jezelf, en ik denk dat heel veel mensen dat hebben, de noodzaak van nee, dit mag niet. Als je zo'n reactie voelt, dan moet je even ademhalen. En dan moet je goed nadenken, waarom zeg ik dat eigenlijk? En dan blijkt dat heel veel mensen zeggen die dingen omdat ze het nieuw is, zijn het niet gewend, ze hebben een vooringenomenheid of een waardekader. En dan als je even later een beetje rustiger ademhaalt, misschien zitten best ook wel positieve dingen in. En je hoeft alleen maar terug te kijken en denk van wat er allemaal niet was 20 jaar geleden en wat er nu heel normaal is. Om te denken van nou, hoe stond ik er
toen eigenlijk voor? Ja, ja, vond ja, ik precies. dat toen dat dit ja. echt niet kon? Ja, ja, ik weet ja. nog de tijd dat het echt niet kon om een mobiele telefoon te hebben. Dat nee. was, als ja. je hem oppakte, dan was het van, wie denk je eigenlijk wel dat je bent? Dat je ja, zo ja, belangrijk ja, bent, ja, dat ja. je een mobiele telefoon hebt, dat je altijd dat bereikbaar je die nodig hebt. Ja, 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 precies. Ja, ja, ja. Ik weet nog een conferentie van Joep van het Hek, dat ging over die mensen die dan in de auto een neptelefoon hadden. Want dat was dan was je belangrijk. Ja, ja, precies. Ja, en als je dan nu vooruit kijkt, denk je, hoe hebben we eigenlijk ooit zo... Ja. kunnen denken. En een hele korte tijd eigenlijk een hele ook. Korte ja. tijd, ja. Wij leven in de tijd naar kerst toe, donkere tijden. In meerdere opzichten ook. Hè, dat mensen toch het allemaal wel heel schraal vinden wat we nu doormaken. Ja. We hebben hier op het plein dus een tent gezet met allemaal lampjes. En daar ook een mooie Romeinse kaarsenbak ingezet. Met de oproep aan de mensen die voorbij lopen. Als je een kaarsje wil aansteken voor iemand, doe dat. Voor wie steek jij een kaarsje op, hebben we op het bord gezet. Ja. Misschien mag ik daar met die vraag eindigen. In dankzegging ook voor dat je hier wilde zijn en voor dit gesprek. Voor wie zou jij in deze tijd een kaarsje willen aansteken? Ik steek meestal kaarsjes op voor mensen die er niet meer zijn. Hmm. Maar ik zou nu een kaarsje willen opsteken voor eigenlijk voor de kinderen en mensen die hebben geleden onder die toeslagenaffaire. Ik werk zelf veel met de overheid en ik begrijp ook wel eens waarom dingen misgaan en zo. Maar deze mensen die al zwak waren, die een toeslag kregen omdat het geholpen moest worden. Ja. En die vervolgens zijn weggezet als criminelen. En daar vervolgens financieel helemaal onderdoor gegaan zijn. En waarbij kinderen dus soms wel een hele jeugd hebben zien verdwijnen. Die zijn gewoon afgenomen en nog steeds niet weten wat ze te wachten staat. Ja. En dan nu in de kerst zijn we met elkaar en worden we teruggeworpen wat wij allemaal niet meer kunnen. Want opeens mogen wij niet meer naar familie toe. Ik kan bijvoorbeeld niet naar mijn eigen moeder toe. Dan denk ik, dat is zo klein. En dan denk je, wat hebben ze me wel afgepakt? Dan denk ik, wat hebben we die kinderen allemaal afgepakt? En waarom hebben we dat gedaan? Het was toch een verzorgingssysteem. Het was toch de bedoeling om, om mensen te helpen. Ja. Ja. Dus ik zou graag verder een hele dikke kaars opsteken. Wat mooi. Gaan we doen. Dank je zeer, Constantijn. En alle goeds voor de komende tijd. Ja, jij ook.